Zo was ik ook een keer. S'nachts bij een verlossing. En toen, dat was altijd zo als ik s'nachts een verlossing deed. Dat was vroeger toen nog dukken afslagen, zo'n kalf. Hè. En dat was een hele week karwei. En dan aan de hand was het gebeurd dan met de buurt. En dan veel koffie gedronken. Dan was de koffie goed klaar. En soms nog iets met eten enzovoort. En op een gegeven moment zit ook weer zo'n boer bij elkaar. Zo. En toen kwam de vrouw binnen. Die kwam van de bijerlee. Die praat ook zo mooi, net als ik dacht aan. En toen zei ze, de manneke van ons, daar heb ik toch maar vol dat die ook veearts wil worden. Ja, zei die man, dat hoef ik niet te zeggen, vrouw, want de manneke kan gaan niet leren tot twee keer blijven zitten. Wat zei, nou, zei de vrouw Gorsens, is ze ook geworden. Wat zei, nou, dat is ook echt helemaal. Of in ieder geval zo een keer in die streek. En later kwam ik de manneke tegen, dat was wel verdomd mooi. Want de, ja, ik kende die families natuurlijk allemaal van haven tot gort. En toen reed ik een keer kwam van de KI terug. Ik stond er aan het liften, dus ik stop. En dan ben ik hem mee. Ik zag dat de manneke iets dunner was. En toen zei ik, hoe moet ik in, hoe ga ik in? Ja, ik zie hem wel op stoornleiding. En op de Ito. Ik zei, de Ito, was de Ito? Waar is dat dan? Hij zei, ja, daar is je over jongens die niet goed kunnen leren. En wij leren alleen maar vakken. Geen Engels of geen Nederlands, niks, net van. Die andere heb ik al gezegd, ik ben nu bezig met tegenzetten. En als ik daarmee klaar ben, dan ga ik mooi in de deur naar te zijn. En dan zijn er nog niet aan de beurt die de Engels komen vragen. Zeg. En toen dacht ik in mijn eigen is wat twee keer blijven zitten, maar dan had je ook mijn veearts kunnen worden. Had die moeder me Toen kwam ik ook een keer bij een broersmerk zeer vroeg, want er was tekens voor die koeien met kopziekte. Dan kreeg ze ook kopziekte heel vroeg, om 6 uur was de boer in de melken. Vlug, wil, geweld, plek om, want dan ging ik ook kapot. Dus ik door mijn horst naartoe en ik kom er op het bedrijf gekregen. En toen zit de nou een opa, die zit in een rolstoel voor de deur. En toen zei ik, verrek, waar zit die heel vroeg buiten opa? Ja, buiten, ik zei, ik zit niet buiten. Ons Miet had me gisteren al vergeten binnen te zetten. Dat zit ook voor buiten. Ja. Vroeger had ik ook een manneke in Oplo, daar was ik een heel schitterende verhaal vertellen. En die had je toch goed getroffen. Die had je een... zeg maar zeggen, ja, er was een boerderij en er was maar één dochter. En daar was hij, of gewoon heel erg, was dat mee getrouwd. Maar dat was eigenlijk gekomen, omdat dat vrouwtje wat je dan vroeger had, die moest een babytje krijgen. Ja, niemand wist waarvan. Ja, dat was vroeger natuurlijk te gek. Hè. Dat kon niet, dat was een verschrikkelijke schande. Dus ja, dan kon er ook nog wel eens iemand trouwen die eigenlijk niet verdood op zijn zand had. Nou, dat was dat bij hem ook. Maar zei ik, ja, ik heb toch wel een beetje geschud, want je maakt het mee wel eens verteld. Dan kun je nog wel een herme kamp uit. En dan hoor ze die herme, thuis, bij thuis. Nee, daar zei hij, de buur zaten bij onze vader beschouwen, maar ze durven er maar niet aan. Maar. En toen op een gegeven moment voelen was zo, als die vrouwtjes dan bij de boeren, en dat zal bij de burgers ook wel zo geweest zien, als ze dan in verwachting waren, dan is er een heel slimme oplossing voor. Dan gingen ze, als nog niemand het in de gaten had, gingen ze zogenaamd ergens in dienst werken, weer van mond in de buurt. En dan, als ze dan zover was, dan was er al een voetvrouwenschool en dan kon zo'n kindje doorvallen. Vallen. Dan werd zo'n kindje weer dan, zeg maar, het pleegouders die zo'n kindje zullen hebben. En op een gegeven moment, als zo'n vrouwtje wordt, die kwam thuis in de buurt. En ja, ik heb veel geleerd, ja, dat is een dienst geweest en goed verdiend en dit en dat. Niemand had in de gaten dat er iets gebeurd was, want dat kon natuurlijk niet. Maar toen op een gegeven moment, toen de vrouwen ook, en toen was het zo druk met die kindjes, dat ze geen adoptiegezin had kunnen vinden. Dus die moest naar huis met dat babytje. En toen kwam ze thuis, maar die moeder was nog altijd heel groot. En ze, vroeger was geen naam, geen telefoon of niks, dus ze kunt vrij overwaar, kunt ze de deurpiet open.
En die moeder was aan het herbeschermen, maar die zag niet natuurlijk dat die dochter met dat babytje was nog hier gehoord. Ze had nog een herbe deur en toen zei die, de vrouwtje, die zei, moet je dan nergens voor gezorgd, voor geen luiers of niks? En toen moet ik keek hier gehoord en ik zei, draai er maar in de onderbox, die heb ik toch aan die moeder. Dat was ook wel mooi, gaat, kwam daar ook ooit. En toen, toen zei gaat tegen mij, dat ik nu een eigen was. Nu had hij een dochter en die moet ook een kindje krijgen. God, zal hij dat toch in een eigen hebben? Is dat toch verwend? Dus ik had daar vandaag niet meer naartoe. Ja, op een gegeven moment, ik kon wel eeuwig wegblieven, dat ging ook niet. Dus die ging niet er weer in. En toen zat ik zo in een toffel. En toen zei ik, ja, dat moeten ze zo niet aan delen, dat is tegenwoordig, je kunt er niet meer zo naam, dat kan tegenwoordig allemaal wel. Je ziet dat zelfs die gaan niet getrouwd zien, en die hebben ook kinderen dit en dat en zo. Maar als dus toen dacht ik heel lief naam, toen zei ik, ja, dat is het zo'n kind. Als ze allemaal in bellen, maar niet zullen trouwen doen, dan hebben ze elkaar nog eens niet kunnen verstaan. En dan had hij een stuk grond. Vroeger had hij hier een steun op, dan noemden ze dat Kerkenveld. Dat was van de kerk, hè. En toen had hij, maar op een gegeven moment, dat Kerkenveld, dat was van iemand en er stond allerlei onkruid op en smeren en zoiets. Hè. En toen had ik stoorde aan hem gegeven, zei ik, wil ik in dat om te bewerken en dan moet je dat mee doen. Toen op een gegeven moment ging dat helemaal fijn door elkaar en mooi in orde gemaakt, want het stond gewas. Je kunt het bestuur, Wil Vier, die kunt er nemen. En die zei, je hebt het stuk grond mooi voor elkaar met kotsloop. Ja, dan hadden ze moeten zien toen je al het eerst moest doen. Vroeger kwam ook eens bij een vrouw, dat was ook mooi. Toen was de, daar vroeger ook, dan kwam een missionaris of een ander, kwam dan preken. Met wel, toen een missie preken. En die had toen eigenlijk die mensen een beetje op de kop gegeven dat ze de kinderen niet ver liggen dat ze gingen trouwen. Dan moesten ze veel beter doen en zeggen. Maar dat was allemaal niks. Dus toen kom ik daar zo een paar dagen na en ik ga je al uur vertellen dat ik zeg, ben je ook naar de kerk? Ja, een kerkwest, ja, die vrouw ook. Ik zeg, heb je ook gehoord dat je de kinderen goed vond? Ja, goed gehoord, dat heb ik altijd goed gedaan. Ja. Ik heb er door in 3, 4 jaar gezien, alle 4 betrouwd en ik heb altijd goed verplicht. Ik zeg, hoe doe je dat dan? Wel is je kind dan veel? Ik zeg, altijd in het begin is het wel aardig, maar we hebben er nu van is. En toen, maar toen er was in de tijd dat Hanni mevrouw ook in verwachting was, toen moest je mee toch steunen. En toen zei ze, oh de vrouw heb ik gehoord, ja die is ook gemaakt. Maar dat heeft niks te betekenen, zei ze. We moeten weer geen nek en zorg maken. Daarvoor een pond koffie schiet ik erin op de wereld. Dus dat was wel een hart onder de riem. En op een keer was dat vlak in de buurt, want ik misschien natuurlijk een beetje verricht zien, maar er vlak in de buurt was zo'n ding, daar konden de paard en de wagen dan zo rond rijden. En ons genie die woonde in Den Haag en die studeerde daar voor een maatschappelijk ding. En op een gegeven moment gingen er zo'n groep dames van de schildersbuurt, nou, dat is een heel apart soort volk, die kwamen aan zo'n oude dames, die kwamen daar met die kaart rondrijden. Toen belde ons genie mee op en zei, goh papa, je moet mee gaan, dat is zo'n mooi volk, dat lag heel erg kapot, als je dat weet. Dus ja, dat vond ik eigenlijk wel leuk om te doen, dus ik ging dat doen en ook op die kar. En toen reed de hond en toen zei een van die dames, die zei tegen de voorman, is het nou een meisje of is het een jongen? Dat was dat paard bedoeld. Nee, het is een meisje, het is een hele vrouwelijk paard, zei ik. Ja, maar dat was ze niet meer tevreden. Ligt die staart anders op? Ligt die staart eens op, dat we kunnen zien? Maar dat deed een boer niet, want die dacht die haalde me verder gek. Maar ze bleef maar aan het zeuren. En toen was er een van die andere dames, die zaten wel achter in die wagen, die wilde naar muur en die zei, houd dat eens op met dat beest, zei ze. Jij laat je vleermuis er ook niet zien.